Cryptovaluta Bitcoin begon de laatste week van dit jaar ligt in de plus nadat de digitale munt vorige week nog enorme verliezen liet zien. Dinsdag werd er ongeveer 15.200 dollar voor een Bitcoin betaald. Maandag rond hetzelfde tijdstip was dit nog ongeveer 14.000 dollar. Op 17 december noteerde de bekendste cryptovaluta nog bijna een waarde van 20.000 dollar. Binnen vijf dagen daalde de prijs op sommige handelsplatformen naar 11.100 dollar. Begin dit jaar werd er zo'n 1000 dollar voor de munt betaald. De afgelopen dagen komen steeds meer investeerders, Toezichthouders en centrale banken navoeren met waarschuwingen over cryptovaluta. De voorzitter van de Israëlische beurswaakhond verklaarde maandag dat bedrijven niet zouden moeten handelen in bitcoin. In een interview met een Russisch tv-zender zei de Russische minister van Financiën, Anton Siluanov, dat alleen professionele handelaren zouden mogen beleggen in cryptovaluta. In oktober verklaarden de Russische autoriteiten al regels tegenmaken om de markt voor digitale valuta te reguleren.